Ik ben Pieter Baert, ik werk voor Duval Guillaume, een reclame- en communicatiebureau. En wij hebben heel wat klanten waarvoor wij internetdiensten leveren, zoals informatie verband met blogs, het opzetten en ontwikkelen van blogs. Daarnaast heb ik ook zelf een persoonlijke blog en werk ik mee aan een aantal groepsblogs. Ik ben Bart De Waele, zaakvoerder van Netlash. Netlash is een Gents webbedrijf. Ik ben blogger, zowel op zakelijk vlak als op privévlak. En ik adviseer bedrijven die willen starten met een eigen corporate blog. Een bericht dat ik vanochtend heb geschreven. Er zijn ondertussen 7 commentaren op. Als je ziet, de hoofdpagina staat vol met berichten. Maar ieder bericht heeft ook een detailpagina. Je klikt in mijn geval toch op de titel van het bericht. En dan zie je onderin de reacties. Dit is een blog voor een campagne die wij gedaan hebben. Die zit in de site geïntegreerd en je ziet eigenlijk niet dat dat een blog is. Wat is dat? Dit is de redactieblog. Al wat nieuws over de campagne, wat de deelnemers hebben gedaan, wie er gewonnen heeft, is hierin te vinden. Ook filmpjes die mensen gemaakt hebben, kranten en artikels over de campagne. Alle bijdragen van de gebruikers zitten hierin. Dus hier is de blog duidelijk geïntegreerd binnen de site, die voor de rest een campagnesite is, waar bijzonder veel flash en visuele elementen in komen. Dit is een blog die wij gebouwd hebben voor een van onze klanten. Xbox is nog niet publiek. Momenteel zijn de mensen, de redacteurs aan het werken. Maar dat hebben wij gedaan, opnieuw een klassieke blogtool, in dit geval WordPress gebruikt. Een designer in, vind ik zeer geslaagd design te maken. En dat over die blog heen gelegd. Hier zijn verschillende mensen die daar bijdragen voor schrijven. Die kunnen inloggen, artikels posten. Je ziet ook telkens door wie het gedaan is. Hier is het zijn gamers, ze hebben speciale namen. Hier is het geschreven door Gizmo. Momenteel nog in testfase. Maar je ziet, eigenlijk zijn er geen grenzen aan het design of de implementatie van een blog. Komt er binnenkort aan, maar dat heet zelfs niet meer blog bij ons. Het heet nieuws, zowel in de domeinnaam, duvalbjörn.com/nieuws, wordt het in een maandje vrijgegeven. Waarom? Omdat blog toch wel een zeer persoonlijke connotatie heeft en in sommige mensen nog ook subjectief, emotioneel geladen. Wat gaan wij hier doen? Wij gaan hier niet bloggen. Wij gaan gewoon informeren over alle campagnes die wij maken. We noemen dat eenvoudigweg Duval Guillaume Nieuws, om onze klanten in te lichten. Het is geen persoonlijke blog van mij, niet van onze managers, niet van André Duval of Guillaume van de Stichting. Het is gewoon het nieuws van ons bedrijf. Komt er binnenkort aan. Privéblog van een gadget. Een gadget is een gadgetblog waar ik leuke gadgets post. Ik denk dat ik het niet leuk vind.